een eerdere video die ik afgelopen februari heb gemaakt, heb ik deze plantenbakken hier geüpgrade. Ik had wat plantjes verplaatst, wat stekjes erin gezet en een paar plantjes gestekt. En ik dacht het is wel leuk om nu even een update daarover te geven om te laten zien hoe de plantjes in de bak groeien en hoe het met de stekjes gaat, die hier ook staan. En die zijn zeker rijp om in de grond te gaan, dus ik ga ook gelijk wat stekjes planten. Ik had deze Cubaanse oregano erin gezet. Die stekjes waren toen heel lang, ze zijn nu heel mooi gaan vertakken en flink gaan groeien. Misschien dat ik zo meteen nog eventjes wat ga knippen daarvan. Maar daar ga ik nog even over nadenken. Ik had deze peperomia erbij gezet. Die is echt flink de lucht ingeschoten. Het is wel zo dat de nieuwe blaadjes een tikkeltje kleiner zijn. Hij krijgt hier ook best wel veel zon. Ik denk dat ze misschien iets te veel direct zonlicht krijgen hier. Dit is alleen in de ochtend, is hier volle zon. En na 12 uur is het eigenlijk wel weer weg. Ik heb deze nog bijgezet, ook een peperomiaatje. Hey, dat is toevallig, er staan hier drie peperomia's bij elkaar. Ik vind deze heel leuk met een mooie rode blad. Dus die is nog tussen gekomen. En deze stond er al in en die heb ik toen gesnoeid. Daar zo zie je het. En hier in de bladoksel loopt hij weer opnieuw uit. Het heeft al een hele tijd geduurd voordat hij een nieuwe groei had. En even kijken, heeft die andere ook al iets? En kijk, die andere die heeft eigenlijk dus nog niks. Dus daar is nog niks aan het groeien. Maar deze gelukkig wel, die heeft een nieuwe uitloper. Ik had verwacht dat dat wat sneller zou gaan. Maar hij heeft ook maar één uitloper en niet twee of drie zoals ik had gehoopt. Maar wie weet wordt het nog wat. Dus dat is de onderste bak. En dit is de bovenste bak. Waarin ik twee asparagussen heb gezet. Ik moet zeggen dat ik hier nog geen nieuwe groei zie. Maar ze zijn ook niet achteruit gegaan, dus dat is fijn. Maar normaal zie je dus vanuit de grond nieuwe scheuten omhoog komen. Dat zie ik nog niet. Alhoewel, dit is wel een jonge scheut. Deze hier, die is eigenlijk al heel lang. Kijk, deze is dus wel actief aan het groeien. Dit zijn jonge takjes. Dus deze is al wel goed bezig. Die andere mag nog even aan de bak. En de hertshoornvaren hier, die heeft ook een heel mooi nieuw... Goh, ik weet eigenlijk de officiële terminologie niet. Maar ik noem het even zo'n schildblad. Die heeft hier een nieuwe gegroeid. Die oude zit nog daar mooi onder. Ik zie nog geen een nieuwe van deze lange bladeren. Maar dat komt vast ook. Dus die is ook nog steeds best wel happy. Wat je hier heel erg ziet, is dat alle blaadjes een beetje naar het licht gericht zijn. Dus als je aan de buitenkant kijkt, dan zien ze er opeens nog weer veel mooier en voller uit. Maar ja, ze gaan nou helemaal naar het licht toe, hè? Het is niet anders. Ik heb één bak even eruit gehaald, zodat ik hem nog even van dichtbij kan bekijken. Want wat ik eigenlijk wil doen, is die Cubaanse oregano een beetje snoeien. Hij is echt al heel mooi vol. Ik ben echt super tevreden. En wat je ook kan zien is dat er al allemaal zijtakjes groeien. Je ziet hier dus allemaal zijtakjes tussen de bladeren omhoog steken. En dat is, vind ik altijd een heel goed teken. Dan is die gewoon lekker happy, is die aan het groeien. Wat ik nu ga doen is dat ik de top nog even eruit ga knippen. Zodat hij nog meer energie in die zijtakjes gaat stoppen. Topje. Deze plant ruikt dus echt waanzinnig lekker. Maar wat ik nu natuurlijk ga doen, is dit weer gebruiken om te stekken. Daarvoor haal ik wat van die onderste blaadjes eraf. Die kan je gebruiken bij het koken bijvoorbeeld. Bij deze planten, niet bij alle planten. En dan heb je een mooi kaal steeltje. Wat ik dan weer in het water kan zetten. En dan kan hij weer wortelen vanuit het steeltje en gaat hij weer vrolijk verder groeien. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan met deze plant. Dus het zijn al stekjes van stekjes van stekjes van stekjes. De moederplant is ooit doodgevroren, die had ik in de winter op het balkon laten staan. Dat kunnen ze niet aan.
Maar in de zomer kunnen ze zeker naar buiten. Deze is dus echt een beetje een grote wiebelplant geworden. Hij hangt altijd tegen het raam aan. En ik wil eigenlijk even kijken wat hij doet als ik een topje eraf haal. Ik weet dat ik als ik een takje eraf haal, dat ik dat kan gebruiken om te stekken. Maar ik wil ook even kijken wat de moederplant gaat doen. Dus dit is een nieuwe plant voor mij. Het is voor het eerst dat ik hem heb. Dus ik ga het gewoon even proberen. Dus ik ga de stengel doorknippen. En dat doe ik gewoon bij één om te kijken wat er gebeurt. Hoe deze verder gaat groeien. En hier haal ik dan ook weer de onderste blaadjes ervan af. Ik vind het dus wel een beetje jammer dat die nieuwste blaadjes zoveel kleiner zijn. Het kan zijn dat hij eigenlijk niet zoveel direct zonlicht wilt hebben. Of dat hij te weinig voeding krijgt. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, want ze krijgen best wel veel voeding bij mij. Maar als ze niet zoveel van intense zon houden, dan kunnen ze dus ook zo'n beetje wat kleinere blaadjes krijgen die ook zo'n beetje gekruld zijn. Dan is het gewoon misschien net even iets te intens. Maar ik zal ook even opletten of ik ze wel voldoende water geef. Oké, verder laat ik deze bak lekker voor wat die is. De andere plantjes zijn lekker aan het groeien. Ik ga deze vrolijke vlinders weer terugzetten. En dan gaat het weer lekker verder groeien. De stekjes zet ik op water en ik zal nog even laten zien de planten die ik de vorige keer heb gestekt. Ik had de vorige keer dus ook stekjes van die peperomia afgehaald. En die staan dus al die tijd al in het water. Sinds februari. Het is nu mei. Dus ze staan nu zo'n 3 maanden in het water. En je kan zien dat de wortels goed gegroeid zijn. Je kan ook zien dat er best wel veel algen op deze wortels zitten. Ze zijn een beetje groen uitgeslagen. Ik ververs het water van mijn stekjes niet zo vaak. Sommige planten heb je wat eerder dat er algen opgroeien dan bij andere. Ik had bij deze het water ietsje vaker moeten vervangen. Want het is gewoon niet zo fijn als er algen op die wortels groeien. Maar goed, ik ga ze lekker in de grond zetten. Deze zijn ook heel goed geworteld. En ik ga zo nog even van dichtbij laten zien hoe ze eruit zien. Ik had hier ook nog een paar in een reageerbuisje. Ook lekker geworteld. Nou jongens, hartstikke goed. Ik had verschillende stekjes gemaakt. Deze, dat is die met de vele algen, was dus gewoon de top van de plant. Die gaat hier lekker verder groeien. Die is al helemaal mooi geworteld. Deze, even kijken of ik ze eruit krijg. Dit zijn er 2 die een beetje in elkaar zitten. Dat is een beetje het nadeel als je stekjes bij elkaar in een vaasje zet. Dat dus die wortels helemaal bij elkaar in een knoop kunnen groeien. En dat is wel jammer, want ik wou bij deze graag laten zien. Dat dit is een stekje met alleen het blad. En dit is een stekje met een stuk van de stengel erbij. Dus hier zie je een stuk stengel en een blad. En hier zie je het babyplantje wat al is gaan groeien. En bij deze is het dus alleen een blad. En ik had het eigenlijk, je ziet hier al wel heel klein. Heel klein zie je het nieuwe groeipunt wat daaruit gaat groeien. Dat had ik graag wat beter willen laten zien, maar ik denk dat dit is wat het is. Ik ga ze zo aan elkaar in een potje zetten. Dus dit zijn 2 stekjes. Dit is alleen de bladstek. En dit is een stek met een stukje van de stengel erbij. Maar peperomia's kan je dus ook met een enkel blad stekken. Dat zou ik graag wat duidelijker laten zien. Maar dit is wat het is in dit geval. Even kijken wat ik nog in die reageerbuisjes heb zitten. Dit zijn allemaal stekjes met een stuk van de stengel eraan. Ook weer met te veel algen. Maar wel al een nieuwe uitloper eraan. Dat heb ik hier. Floep. En dit is de nieuwe groei. En dit is dus ook het originele blad met een stengel. Lekker veel wortels. Die overal overheen groeien. En de laatste. Dat is ook al een mooi gewortelde stek. Dit is echt de top van de plant. Dit was de grootste.
En die heeft ook wel wortels. Nou, dan kunnen ze de grond in. Ik heb wat kleine potjes en een groter potje. En ik ga er een paar bij elkaar in de grote pot zetten. En de rest zet ik in kleine potjes. Door stekjes zo bij elkaar in een potje te zetten, heb je al veel sneller een wat voller plantje. Terwijl als je met een enkel stekje in één potje zet, dan duurt het wat langer voordat het echt een vol plantje wordt. Dus je kunt altijd meerdere stekjes bij elkaar in een potje zetten om een mooie volle plant te krijgen. Als dat stekje nou flink gegroeid is, is nu nog klein. Maar als hij groot is, dan kan dat blad van de moederplant er op een gegeven moment 8 af. Als die het een beetje uit balans haalt. Soms sterft dat blad ook gewoon af. Maar zodra je weet dat je stekje goed aan het groeien is, dan heeft hij dat blad op zich niet meer nodig. Kan je hem ervan afhalen als je hem niet mooi vindt. Als je hem wel mooi vindt, kan je hem gewoon laten zitten. Deze stekjes krijgen nu nog wat water. En daarna mogen ze lekker gaan groeien. Mooie nieuwe plantjes worden. Succes jongens! Omdat ik dus weer die leuke Cubaanse oregano liet zien, dacht ik, ik laat ook eventjes mijn huidige moederplant zien. Dit is dus al een plant die bestaat uit stekjes van de plant die ik ooit had gekocht. Maar die is op dit moment niet super happy. En dit is dus wat die plant doet, in ieder geval als die binnen staat. Dan laat hij dus heel veel blaadjes van die steeltjes vallen, waardoor je alleen nog maar wat blaadjes aan de top van de plant hebt en verder kale steeltjes. Ik knip ze regelmatig terug en soms lopen ze opnieuw uit, maar soms ook niet. En eigenlijk wil ik deze plant even opnieuw starten. Dus ik ga al die toppen eruit knippen die nog gezond zijn. Die ga ik stekken en dan krijg ik uiteindelijk weer een mooie volle plant ervoor terug. Zoals je ook al zag bij de stekjes die ik in de balkonbakken had gezet. En dus knip gewoon het topje eraf. Ik haal weer die onderste blaadjes er ook vanaf. Sorry trouwens als je geluid op de achtergrond hoort. Ze zijn bezig op de straat. Soms moet dat gebeuren. Kijk, die blaadjes zijn ook een beetje gelig. Ik denk, hij staat bij mij helemaal in een hoekje. Ik denk dat ik hem misschien te weinig water heb gegeven. Dat hij niet helemaal happy was. Maar zo heb ik een mooi steeltje. Steeltje vind ik zelfs ietsje te lang. Die kort ik nog een beetje in. En dit kan dan mooi op water staan. Dus zo ga ik de rest van de plant ook even in stekjes verdelen. En zet ik ze strakjes op water. Super zielig is hij geworden. Ik geef hem nog wel een kans om opnieuw uit te lopen. Dus wie weet wat voor power er nog in zit. Ik ga hem lekker buiten zetten. Wie weet gaat hij nog opnieuw groeien en zo niet. Dan heb ik de stekjes. Ik ga er niet helemaal van uit dat dit nu nog een mooie gezonde plant wordt. Maar als het gebeurt is dat mooi meegenomen. De update van mijn plantenbakken en van de stekjes. En ik heb weer per ongeluk heel erg veel stekjes gemaakt. Was ik niet van plan toen ik begon met deze video, maar zo gaat dat nou eenmaal. En ik hoop dat het met jouw planten ook heel goed gaat, dat ze lekker aan het groeien zijn. En ik zie je graag bij de volgende video weer.